Vrijdag 7 februari. Mijn buitentemperatuurmeter geeft aan dat het 9 graden is en binnen zet ik de thermostaat een graadje lager. Want vandaag is het een warme truiendag. Ook op de site van onze gemeente was te lezen dat het gemeentehuis de kachel een graadje lager gaat. Een reden voor Regio TV De Beeld om even te kijken hoe de kachel daar nu staat en of de ambtenaren en de bezoekers er wel op gekleed zijn. Dun t-shirtje. Ja, ik kom net uit de auto. Dat kan wel toch? De kachel gaat vandaag een graad lager op het gemeentehuis, hè? Is dat zo? Het is warme truiendag. Ik weet van niks, maar dan heb ik nog een sjaal. Oké, succes. Heeft u eraan gedacht vandaag? Waaraan? U weet het niet? Welke dag het vandaag is? Warme truiendag. Dat was gisteren, toch? Ja. Volgens mij is het vandaag. Nou, dat kan. Ik ben er niet op gekleed. Ik ben er een gaatje lager. Nou, ik heb het niet zo snel koud, dus okay. Ik kan het wel hebben. Even iets, iets harder werken, dan word je ook weer warm. Dankjewel. Nee, ik kom voor een identiteitskaart. Identiteitskaart. Ben je er wel op gekleed? Nee. Weet je wat het vandaag is? Nou? Warme truiendag. Nee. Ken je dat? Nee. Weet je niet wat dat is? Nee. Bij de gemeente is het vandaag warme truiendag. De kachel staat naar beneden. Oh, ik heb een jas bij me. Hou hem aan, hè? Ik denk dat dat wel goed komt. Warme truiendag? Ja, maar daar heb ik niet aan gedacht. Heeft u niet aan gedacht? Nee. Dat wordt koud vandaag. Ja, dat gaat. De kachel gaat lager. Ik heb nog korte mouwen aan ook. Dus, Oké. Is het wel een goed initiatief? Misschien wel, ik weet niet. Ik heb er niet over nagedacht. Nee. Ik ben te druk geweest. Dus, Oké. Dankjewel. Okay. Ik ga eerst maar eens een kijkje nemen in de stookruimtes van het gemeentehuis. Want uiteindelijk moet hier de energiebesparing vandaan komen. Ja, eerlijk gezegd word ik hier niet wijzer van. Gelukkig tref ik Giel van Oud-Broekhuizen aan. Die is verantwoordelijk voor de temperatuurinstellingen. Hij neemt me mee naar zijn kantoor en maakt me duidelijk dat de temperatuurinstelling van 21 naar 20 graden is gegaan vandaag. Die hebben we hier. Op dit moment is het 23 graden. Ja. Maar we hebben hem ingesteld op 20. Dus hij verwarmt nu niet. Ja. Dus vandaar is altijd een besparing natuurlijk. Maar omdat het afgelopen nacht gewoon niet afgekoeld is, dan heb je daar niks aan te doen. Ja. Nou, dus de mensen hoeven vandaag niet een truitje meer aan. Nee. Het valt dus mee met de temperatuur in het gemeentehuis. Maar buiten gekomen treffen we toch een medewerkster aan die er wel aan gedacht heeft. Bent u erop gekleed? Ik heb een dikke vest aan. Ja? Ja. Het wordt koud vandaag, hè? Ja, het is dikke truidag. Ja? Ja, ik weet het. Zou het helpen? Ik weet het niet, maar ik heb wel een dikke trui aan gedaan. Ik kom net van binnen, maar het is warm, hoor. Ja. Maar je bent er wel op gekleed. Ik heb hartstikke goed. Denkt u ook dat het helpt, een dag de kachel naar beneden? Misschien wel. Gaat u thuis ook doen? Hij staat bij mij standaard een graadje naar beneden. Oké, hartstikke goed. Dankjewel. Oké, ja hoor. Dag.